De grens tussen fact, fake en misleiding is erg dun. Feiten worden al snel wat gekneed, verdraaid of zelfs helemaal verzonnen om een boodschap over te brengen. Ook in het dagelijkse leven, bijvoorbeeld in de klas, kan je dit zien. Een leerling die alles uit de kast haalt om kost wat kost die ene toets te verzetten. Denk maar aan reclamemakers die jou een bepaald product willen verkopen of politici die jou als kiezer willen verleiden. Of jij als leerkracht die in de les iets vereenvoudigd uitlegt aan je klas om het niet te ingewikkeld te maken of omdat je misschien zaken zou losweken die nogal gevoelig kunnen zijn. Iedereen verwoordt of verpakt een uitspraak of een feit wel eens. Je wikt en weegt. Je schrijft en herschrijft. Je knoeit en delete tot je net die ene perfecte zin, foto of video hebt waarmee je mensen kan overtuigen. Want je wil de aandacht maximaal vestigen op jouw boodschap of bericht. Je wil die als het ware verkopen. Mogen we zeggen dat ook jij wel eens manipuleert? Om mensen mee op je kaart te krijgen, zijn er 4 technieken die vaak worden toegepast. Ook onbewust, de zogenaamde propagandatechnieken. Bij die eerste techniek ga je zaken te eenvoudig voorstellen. Je gaat dingen versimpelen, weglaten of soms zelfs zonder nuance verwerken om je boodschap zo helder mogelijk over te brengen. In de les geschiedenis bijvoorbeeld, wanneer je moet uitleggen wat de rol van de Belgen was in de kolonisatie van Congo. Of bij aardrijkskunde, wanneer je het hebt over de grenzen tussen Israël en Palestina. Je gaat misschien wat informatie weglaten of vereenvoudigen. Je doet dat niet per se uit slechte wil, maar eerder om je verhaal niet te ingewikkeld te maken of geen gevoelige snaar te raken. Maar ook mensen met slechtere bedoelingen gebruiken deze techniek. Denk maar aan schreeuwerige boodschappen van politieke partijen of NGO's. Vlees is moord. Of hashtag grenzen dicht en alles is opgelost. Is dat niet wat kort door de bocht? Is dat niet wat te vereenvoudigd voorgesteld? Een tweede techniek die vaak gebruikt wordt, is het inspelen op de noden, behoeften en hoop van mensen. Beleg nu in digitale munten en je wordt snel rijk. Dankzij deze pil verlies je gouden kilo's. Jongens, als jullie later een deftige job willen vinden, is het nodig dat jullie toch even opletten, hoor. De derde techniek gaat hand in hand met de vorige. Deze keer maak je gebruik van sterke emoties, zoals angst, schuldgevoel, boosheid of medelijden. Als een leerling plots begint te wenen omdat haar kat gisteren is overleden en ze daarom een toets niet kan maken, krijg je dan niet wat medelijden? Het doel van propaganda is om mensen te overtuigen, om te bewegen naar een bepaald doel. De sterkste hefbomen om dit te bereiken zijn net die menselijke emoties. Opnieuw zien we dat terug in allerlei campagnes of berichten op sociale media. Schandalig dat niemand die troep opruimt. Och, arme die dieren die sterven door plastic in de zee. Bij de vierde techniek ga je een ander de schuld geven van alles wat slecht gaat of niet in jouw kraam past. Je hoort het leerlingen uit hun gefrustreerde klas 3A misschien al zeggen. Het is allemaal de schuld van die agressieve moffo's van 3B. Omdat zij vorige week een bal door de ruit hebben geschot, mogen wij nu niet meer voetballen. Er worden kampen gecreëerd, een wij-zij-denken aangewakkerd en de tegenstander wordt in een slecht daglicht gesteld. Allemaal om een boodschap te versterken. In de strijd om aandacht gebruikt iedereen deze technieken. Bewust en onbewust. Op school, in de klas en daarbuiten. Vooral in onzekere tijden zijn mensen daar vatbaar voor. Dan willen ze gerustgesteld worden met simpele antwoorden. En al deze technieken worden niet noodzakelijk tegelijkertijd gebruikt. En de bedoeling achter een boodschap hoeft ook niet kwaadaardig te zijn. Het is wel belangrijk dat je ze kan herkennen wanneer je ze ziet. En dat je je afvraagt waarom iemand ze toepast.